Onze verslaggever Pieter Pluigers bezocht gisteravond een ledenwerfactie van het Oranje Fonds op het Centraal Station. Jullie staan hier bij het Centraal Station Arnhem en zijn bezig met een ledenwerfactie voor het Oranje Fonds. Hoe doen jullie dat precies? Nou, zoals je hebt gezien, we hebben hier een hele mooie knuffelactie bij ons met kijkdozen. Daar kijken mensen in en dan zien zij daar het woord knuffelen staan. Dan krijgen ze een dikke knuffel van ons en dan leggen wij uit dat wij hier staan voor iedereen die wel een knuffel nodig heeft, maar hem niet krijgt. Alle eenzame mensen. En hoe reageren mensen op die knuffel? Nou, je kunt bij heel veel mensen zien of ze het, het wel of niet nodig hebben. Niet iedereen is even makkelijk met een knuffel. Kunnen we enigszins begrijpen. Maar die knuffel doen we juist omdat heel veel mensen juist met hele kleine dingetjes tegenwoordig heel veel aan kunnen hebben. En de reactie is vaak toch wel leuk. Mensen hebben gelijk een lach op hun gezicht. Het wordt niet verwacht. En omdat we dus ook met die kijkdoos werken, creëer je een soort van verrassingseffect. Dat is wel heel leuk. Het Oranje Fonds bestaat voor sociale initiatieven. Wat voor sociale initiatieven zijn dat? Ja, nou, dat is een legio aan opties qua sociale initiatieven. Het kan een kopje koffie zijn met iemand die extreem eenzaam is. Maar het kan ook met een gepest kind een balletje trappen zijn, met ze naar de bios gaan. Heb je een leuk voorbeeld van een sociaal initiatief van het Oranje Fonds? Ja, ik heb een paar voorbeelden van mensen die ik zelf ben tegengekomen op straat. Ik ben een jonge man tegengekomen op een scootmobiel. Die was zelf ook immobiel. En die hebben dus met een hele groep opgetreden in Carré. Die hebben daar mogen zingen, die hebben muziek mogen spelen. Dat vond ik echt wel de leukste die ik heb tegengekomen op straat. Wat verwachten jullie hier vandaag van Arnhem? We hebben ook al wel vaker in Arnhem gestaan. We weten dat de mensen hier staan heel positief tegenover het Oranje Fonds, tegen het idee erachter. Dus ik denk dat we hier wel een hele goede dag gaan weghalen. Hebben jullie al veel leden geworven? Nou, het gaat vandaag, het is een hele vruchtbare dag geweest. Mensen zijn ontzettend enthousiast. Desondanks de hagel en de verrassing in het weer, is het zeker wel een vrolijke dag geweest, absoluut. De sfeer zit er goed in. Ja, we zijn er klaar voor.